Ja, laten we dan doorgaan naar afgelopen zondag, want daar heb jij met het Nederlands team weten te plaatsen voor het WK, door te winnen van Rusland. Hoe blij ben je met die prestatie? Ja, hoe blij. Het is denk ik haast niet te beschrijven. Ik bedoel, de manier waarop, tegen welk land, het is eigenlijk ongelooflijk wat wij gepresteerd hebben daar. Daar mogen we absoluut trots op zijn. Had je het verwacht? Ik moet zeggen dat natuurlijk had ik het niet verwacht op de manier waarop en met deze, met 12 verschil, als ik het nog goed herinner, met 12 verschil, had ik absoluut niet verwacht. Maar ik moet zeggen dat dit Rusland van op dit moment, van dit niveau, dat het absoluut te doen was voor ons. En het verbaast mij niet dat we naar het WK zijn gegaan. Maar als je kijkt op de manier waarop, dat heeft me positief verbaasd, ja, absoluut. Ja, want jullie waren over twee wedstrijden uiteindelijk te sterk voor Rusland, dat zich sinds 1971 niet ontbrak op het WK. Zegt dat meer over jullie prestatie of over de vorm van de Russische ploeg? Ik denk persoonlijk dat het met beide te maken heeft op dit moment. Natuurlijk zijn wij met het Nederlands team een iets andere weg ingeslagen. En doen wij het hartstikke goed als team, jonge ploeg, die absoluut heel erg graag wil en de ambitie en motivatie heeft. Als je ziet dat op dit moment Rusland is niet meer het Rusland wat vroeger echt oppermachtig was. Dat is absoluut zo. Maar dat neemt denk ik niet weg de prestatie die wij hebben geleverd. Nee, absoluut niet. Want in een vorig interview gaf jij aan dat de Olympische Spelen het ultieme doel is in 2016. Wat moet er gebeuren om dat te bereiken en is dat realistisch? Nou ja, het is absoluut realistisch om, om Rio te gaan halen, absoluut. Alleen we moeten zorgen dat dit niet een incident blijft. We moeten als team bij elkaar blijven. Met als team blijven groeien, denk ik. Individueel, maar ook als team. Iedereen moet dezelfde focus en dezelfde ambitie. En de neus moet allemaal dezelfde kant opgericht blijven. En dan denk ik dat het absoluut realistisch is. Alleen ja, het is absoluut nog een hele lange weg. Maar we zijn op de goede weg. Want hoe ziet die weg eruit? Wat moet er behaald worden? Nou ja, dit WK is natuurlijk fantastisch dat we het gehaald hebben. Alleen het brengt ons helaas nog nergens. Het EK daarna, van het jaar daarna en het WK daarna vooral. Via die twee toernooien kunnen we ons plaatsen voor het Olympisch kwalificatietoernooi. Dus die twee toernooien moeten we aanwezig zijn. En daar moeten wij bij de eerste zoveel van Europa zien te komen. En al gaan er zoveel regels gaan er dan in werking. Om uiteindelijk te plaatsen voor de Olympische Spelen. Maar dit toernooi is mooi, maar helaas brengt dat ons nog niks. Je zei net, dan moet die absolute focus moet bij ons aanwezig zijn. Merk je dat die er is? Heb je dat gemerkt de afgelopen tijd? Ja, iedereen is zo met één doel bezig. En we maken elke keer weer de stapjes te maken. Elke keer kleine stapjes om uiteindelijk het grote doel te halen. En dat je dat nu op deze manier al laat zien is ongelooflijk. Dan over jou persoonlijk. Jij debuteerde al op je 17e voor het Nederlands team. Je hebt het stempel van talent heb jij eigenlijk al heel snel zien verdwijnen. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Ik was natuurlijk al hartstikke jong. Ik was 15 toen ik Eredivisie ging spelen. Toen was ik 17 toen ik het Nederlands team haalde. En je ziet dat, dat je al heel gauw al een speelster van naam wordt. Een speelster met ervaring, speelster. Ja, een vaste waarde eigenlijk wordt in het team. En dan wordt de stempel van talent snel weggehaald. Maar ja, persoonlijk heb ik daar verder nooit last van gehad. Ik heb er nooit eigenlijk over nagedacht. Ik heb altijd gewoon proberen lekker te handballen. En dat probeer ik eigenlijk nog steeds te doen. Dat is de manier waarop jij ermee omgaat? Ja, ik denk, ik begon uiteindelijk handballen omdat ik het leuk vond, omdat ik plezier had. En zolang dat blijft, blijf ik het doen. En op welk niveau dat dan ook is, dat geldt eigenlijk voor iedereen. Zolang je plezier hebt in wat je doet, moet je het blijven doen. En dat het nu bij mij, toevallig met mijn talent, dat ik daar op een gegeven moment zo in gegroeid ben, ontwikkeld ben en heel veel toch wel ambitie kreeg. Maar goed, ik heb er nog steeds plezier in. Dat is het voor mij voor het allerbelangrijkste. Plezier is het belangrijkste, maar hoe belangrijk is handbal voor jou financieel gezien? Nou ja, ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Dus het is mijn baan, het is mijn werk. Dus ik heb wel gestudeerd, ik heb wel een bachelor gehaald, dus op zich, ik zou eventueel, mocht het niet gaan, altijd nog ergens op terug kunnen vallen. Maar op dit moment is het mijn werk en is het de leukste baan die er is. Je hebt de afgelopen jaren eigenlijk wel weinig vastigheid gekend, hè? Ja, helaas wel. Het was niet zo gegaan zoals ik voor ogen heb gehad, nee.
Want je ging in 2011 naar Duitsland. Daarna ben je teruggekomen in Denemarken. En vervolgens ben je laatst aan de slag gegaan in Frankrijk. Is dat op een of andere manier storend geweest voor jouw ontwikkeling? Nou ja, laten we zeggen dat het niet ideaal is. Je moet overal weer wennen, nieuwe mensen leren kennen. Overal heb je andere dingetjes, andere regels en andere gewoontes. Maar ik ben in die zin niet echt een heel moeilijk persoon. Ik vind alles eigenlijk wel leuk en wel goed. Dus afgelopen 2 jaar 3 landen, 3 clubs gehad. Ja, het is gek, maar goed, het is het gek leventje van een handbalster dan maar. Maar ik had het liever natuurlijk anders gezien. Natuurlijk had ik liever op 1 plek, bij 1 club willen blijven. Maar ja, uiteindelijk, de situaties zijn zo. Het is zo gelopen zoals het is. Maar ik ben er niet slechter als handbalster van geworden. Dat ook weer niet, nee. Ik kan wel begrijpen dat jij toe bent aan vastigheid. Ja, het liefst wel. Maar goed, aan de andere kant, ik ga nu ook weer naar een nieuwe club. Dus het is weer een nieuwe stap. En dan zien we wel weer hoe het loopt. Ja, ik ben nu eerlijk gezegd niet meer echt van de planning van hoe en wat het moet lopen. Ik bedoel, het is zo gaan zoals het is. En nu ga ik weer naar een nieuwe club. Weer een nieuwe stap. En uiteindelijk zie ik het gewoon per seizoen hoe het gaat. Ja, het is niet anders. Want waarom vertrek jij uit Frankrijk? In Frankrijk heb je helaas een regel. Dat is dat je de Franse bond hebt gezegd, je mag een maximaal aantal buitenlanders in je team hebben zitten. En ik ben natuurlijk halverwege het seizoen gekomen vanwege de blessures. Ook mede door mijn club natuurlijk failliet ging. Dus uiteindelijk kwam het voor beide partijen mooi uit. Maar de meiden die terugkomen, die komen terug. En dat zijn ook allemaal van andere nationaliteiten, dus ze hebben te veel. Dus ze wilden mij graag behouden, maar ze konden mij helaas geen nieuw contract aanbieden. Dus vandaar moet ik weer gaan. Wist jij dat van tevoren, die situatie? Ja en nee eigenlijk. Lijkt me toch frustrerend om dan te horen van, hey, je mag niet meer komen. Leuk is anders. Leuk is anders, tuurlijk. Tuurlijk had ik op zich had ik daar goed naar mijn zin. Zoals ik in Denemarken ook goed naar mijn zin had. Maar soms zijn er dingen waardoor iets niet kan. En dan moet je verder kijken en naar je toekomst. Ook als speelster moet je verder kijken en niet te lang stil blijven slaan. Het is toch bizar dat dit jou 2 keer achter elkaar overkomt? Ja, leuk is anders zoals ik al zei. Hoe ga je daarmee om? Nou ja, ik moet zeggen, ik heb er geen last van. Natuurlijk zit je af en toe wel eens denk je, ja, iets wel, weer iets anders. Maar goed, het is ook alweer een hele nieuwe uitdaging, een heel nieuw avontuur. Dus aan de andere kant vind ik het ook wel heel mooi, wat ik tot nu toe allemaal meegemaakt heb. Is een terugkeer naar Nederland daarom misschien een optie voor jou? Een optie is het altijd. Ik bedoel, terug kan ik altijd als ik zou willen. Maar op dit moment is het niet aan de orde voor mij om terug te gaan naar Nederland. Dat is misschien later ooit nog eens een keer aan de orde, maar op dit moment niet. Heeft dat ook met niveau te maken? Ook ja. Tuurlijk, de Eredivisie wordt helaas steeds jonger. Het niveau. Op dit moment moet ik eerlijk zeggen dat ik het niet precies weet hoe het zit. Want ik zie het natuurlijk, ik kan het niet volgen. Natuurlijk wel de uitslagen, maar verder kan ik het niet volgen. Maar op dit moment is het absoluut geen optie voor mij om terug te gaan. Speelt er iets in het buitenland? Ja, er spelen wel dingen, ja. Kun je vertellen wat? Nee, op dit moment kan ik verder daar nog niet iets over zeggen, omdat het nog niet allemaal 100% zeker is. Ik denk, als zoiets niet door kan gaan, een nieuw buitenlands avontuur, dat het wel een grote teleurstelling zal zijn. Ja, dat zou een grote teleurstelling zijn als het zo zou zijn, maar ik weet dat op dit moment dat niet gaat gebeuren. Ik blijf in het buitenland, dat is zeker. Want wat zijn jouw ambities nog in jouw verdere carrière? Nou, dat is de Rio, dat zijn de Spelen. Dat is, het doel voor mij persoonlijk. Maar dat is met jouw land. Wat zou jij in clubverband nog willen bereiken? In clubverband willen bereiken? Ja, tuurlijk wil je het allerhoogste bereiken en elke prijs winnen die er te winnen valt. Maar op dit moment wil ik gewoon lekker handballen en plezier hebben. En gewoon een leuk leven daarnaast ook nog hebben. Dat is ook belangrijk om te presteren. En dan zie ik wel hoe het loopt. Natuurlijk wil je alles winnen, maar ik heb dat tot nu toe nog niet. Het is niet van mij, ik moet dit, ik moet dat. Dat is het niet. Tuurlijk zou het leuk zijn om te winnen, maar sommige dingen zijn nou eenmaal zoals ze zijn. Je zegt, er spelen wat dingen. Ben jij op zoek naar,
naar specifieke vastigheid? Of als jij een leuk avontuur tegenkomt dat je denkt van, nou, ik ga dat gewoon weer doen en ik zie wel waar het schip strandt. Het is iedere keer weer een avontuur waar je terechtkomt. Uiteindelijk weet je nooit van tevoren waar je terechtkomt. Kan allemaal heel goed eruit zien. Kan het ook altijd nog tegenvallen. Ik bedoel, het is maar net hoe je jezelf opstelt, hoe je ermee omgaat. En tot nu toe, waar ik gezeten heb, heb ik met het team en dan nooit problemen gehad. Ik heb het altijd naar mijn zin gehad. En het is eigenlijk altijd wel gewoon goed geweest.